Terizzotti. Houdt even de benen stil. Nou, eens even kijken naar Federico. Een dikke kilometer nog. Ziet hij hoe bochtenrijk hier in Tarbes. Zuid-Franse stad aan de voet van de Pyreneeën. Daar de viervoudige boog. José de Kouwer. Laatste kilometer. Ja, bocht naar rechts. Heeft flauwe bocht naar rechts hier waar ze nu volop in zijn. Dan nog een hele kleine knik. Maar eigenlijk goed. En dan op 175, op 300 meters van het einde begint je er eigenlijk aan een rotonde die ze rechts nemen. Dus er komt het hem op neer en ik denk dat Pellizzotti nu niet meer gaat overnemen. Ik denk het ook niet. Misschien nog één keer net voor de bocht als ze slim is. Federico nog wel eens strak. Pellizzotti zeer beheerst. En Italiaan weet u wel. Die mannen durven echt ver gaan. Nog eens even checken. Kan ik me dat permitteren? Jawel. De friste zal winnen, hè. Zicht van de vaste camera. De neus trekt de neus een klein beetje op. Maar opgelet, hij heeft enorm veel power, hè. En hij ziet er toch zo zelfzeker uit. Meneer Pellizzotti, als je die bocht uitdraait, 175 meter, dan heb je hooguit nog een goede 160 meter. En hij weet dat. Hij weet dat. Hij gaat hem daar al willen pakken. Zij aan zij. En hij gaat inderdaad als eerste door die bocht. En hij komt er ook nog goed uit. En nu, die moet hij natuurlijk wel stand houden, hè? Want het is een lange onderneming geweest. En Federico, die heeft heel veel power, die komt ernaast. En gaat Federico het waarmaken voor de Fransen. Federico wint de etappe. En niet gestolen, Pellizzotti. Grimas van de ontgoocheling. Hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. Geprobeerd, maar het lukte niet. En daar komt nu een sprint die tumultueus is. Van Avermaet wil er ook nog even uitkomen. Maar het is Weekman. Weekman die hier naar de poort gaat. Heel goed aansnijdt. Ook Ivanov zit aan het wiel. Freire zit daar wat verderop. Oscar Freire zit in derde positie. Van Avermaet zit daar wat verderop. Aan het wiel van Rojas. Velits is het tegen Freire. Maar het is Freire die hem pakt voor Sergej Ivanov. En dat allemaal op een goede 35 seconden zeker van de ritwinnaar Pierrick Federico. Is de Tour van de Fransen. Daar is Jean-René Bernaudot. Tweede etappezege voor Bernaudot. Zie je hem doen? Ja, Fred, is een pollen. En twee goeie, twee verwachte mannen. Vuclair en deze Federico. Als er iemand van die mannen een rit moet winnen, ja, dan zijn het deze twee. Hè. Denkt de Bernaudot bij zichzelf, het gaat in de sacoche. Want het is zo dat Bouygues Telecom stopt als sponsor. Dit gaan ze natuurlijk gezien hebben. Hij heeft een mooi contingent. En dat biedt perspectieven voor andere mogelijke broodheren. Ja, een ploeg die telkens weer opnieuw er toch in slaagt met een niet super groot budget te scoren.